Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, je moet toch proberen de mensen van overtuigen dat de SP staat voor een maatschappij waar we eerlijk het geld verdelen. Waar we staan voor respect voor iedereen. Waar we staan voor alle doelgroepen. En waar we staan gewoon voor een veel socialer beleid. Ja, het is de laatste dag voor de verkiezingen om mensen nog op te roepen echt te gaan stemmen. En dan natuurlijk op de SP. Stem op de SP! Nou ja, het is prachtig weer. Het is een prachtige stad. We hebben ontzettend veel vrijwilligers op de been gekregen. Ja, dus hier staat een gelukkig man die uitziet naar morgen. Mensen zijn niet voor niks zo boos. Er is gewoon een grote groep mensen die vergeten wordt. En deze groep mensen proberen wij nu ook te bereiken. Nou, vanavond natuurlijk nog het slotdebat bij de NOS. Die wordt ook nog heel belangrijk om nog de laatste twijfelaars naar de SP te krijgen. Met name op thema's als zorg, als zekerheid. Vaste banen, vooral voor jongeren bijvoorbeeld. Nou, als mensen denken, ja, dat zijn echt grote thema's, dan weten ze waar ze morgen moeten zijn, bij ons. Ik vind heel goed dat Imo Roemer vandaag weer naar Breda komt, zodat we nog eens een keer onze kleur rood kunnen laten zien. En wat wij hier kunnen bereiken is bijvoorbeeld, ik zit zelf op het armoedebeleid. En er is nog zijn nog iets van 8.500 huishoudens in Breda in de armoede. En bijna 4.000 kinderen die leven in de armoede. En wat ik zelf heel belangrijk vind, dat we er echt eens gaan kijken van wat kunnen we daar echt effectief aan gaan doen. Heeft u al wat zenuwen voor morgen? Ja. Ja, ik draai er niet omheen. Dat zijn altijd spannende momenten. En hoe dichterbij het komt, hoe spannender we het vinden. Maar dat is heel logisch. Ik zou gek zijn als ik dat niet had. Breda Nu. Je weet het meteen.